veel kinderen hebben een hobby. De een houdt van dans, de ander van muziek, schilderen of sport. In Toptalentjes zien we Rotterdamse kinderen die hartstikke goed zijn in hun hobby. Ze blinken er gewoon in uit. Toptalentjes! In deze aflevering ontmoeten we Widia. Ze is 8 jaar en gek op dansen. En ze ontmoet een beroemde prof waar ze groot fan van is. Ik ben Deen. Maar eerst bij Widia thuis in Kralingen. Ik woon hier met mijn moeder en mijn zus. Het is hier heel leuk om te wonen. Als mama een leuk liedje opzet, gaan die en ik een beetje erop dansen. En als het een bekend liedje is, bijvoorbeeld die van Ashakir in de dansles, doen we die pasjes. Als ik muziek aan het luisteren ben in mama's kamer, dan ga ik de hele tijd dansen en dansen. Maar het allerleukste vind ik om mijn vrienden soms te appen op mijn moeders telefoon. Ik hou heel erg van hiphop. En soms, als ik een beetje los wil gaan, begin ik mijn favoriete liedje te dansen. En ik dans ook heel erg graag met mijn vrienden en vriendinnen. Veel van haar vrienden en vriendinnen ontmoet Widia op de dansschool in Prins Alexanderpolder. Hier leren ze klassieke Indiaanse dans, maar ook Bollywood en moderne danspasjes. Widia, het bijzondere van haar is dat zij in een positieve zin eigenwijs is. Zodra ze muziek hoort of ritmisch hoort, dan is ze in haar eigen wereld. En dan, je kan wel alles aanleren, maar op een gegeven moment dwaalt ze weer, dan doet ze haar eigen ding. En dat maakt het ook bijzonder, want ze heeft iets waar je dus steeds naar terugkijkt. Ik doe gewoon wat. Ik denk niet daar, ik doe gewoon wat. Ik ben niet bang wat mensen over me zeggen. Ik ga gewoon doen wat ik leuk vind. Ik doe het, ik ben niet bang. Ik doe het, ik durf het. Wil je later ook doorgaan met dansen? Wil je misschien beroepsdanser worden? Ja, ik wil heel graag dat doen. Maar ik wil wel eerst beter weten wat ik beter moet doen. Wat er beter gaat en zo. Dat moet ik wel eerst weten, voordat ik beter kan worden. Welke beroemde prof gaat Widia ontmoeten? Hoi. Ik ben Deen. Deen Badal. Deen werd bekend door So You Think You Can Dance, dansvoorstellingen en nu werkt hij in een kindervoorstelling. Tussendoor ontmoet hij Widia in de foyer van het Maastheater. Ik heb gehoord dat je heel erg houdt van dansen. Ja. Wat voor dansstijlen doe je allemaal? Nou, ik hou heel erg van hiphop. Soms doe ik ook Bollywood. En soms doe ik ook een beetje gek thuis. Oké, ik ben begonnen met hiphop eigenlijk. Dus toen begon ik met popping, ken je dat? Popping is echt, dan maak je van die vloeiende beweging en dan dans je als een robot. Dus daar ben ik mee begonnen en toen ben ik uiteindelijk ballet en modern gaan doen. En ballet? Ballet heb ik ook gedaan. 4 jaar lang op de academie. Ik ben hier in Rotterdam opgegroeid. Ik ben ook Hindoestaans, net als jij. Maar dan half. Ik ben ook half Nederlands. En dansen is mijn werk eigenlijk. Duurt even voor. En dan wordt het tijd om eens wat te laten zien. Widia is niet bang om te beginnen. Mooi. Mooi. Hey. Maken we een einde samen?
High five. Bam. Tot eentjes! Volgende week Julian, die gek is op turnen. Ben jij ook ergens heel goed in? Stuur dan een kort filmpje naar Open Rotterdam via redactie@openrotterdam.nl. De mooiste inzendingen plaatsen op onze social media kanalen.